X is ermee begonnen met de fotografie. Dit is eigenlijk een historisch plekje. Een historisch plekje, zeker voor Alex. Want in 1990 ben je gestopt met de werkzaamheden. Ben ik gestopt, ja. Met de zaak. Met de zaak. Met de zaak. En toen was de zaak aan de overkant. Aan de overkant, ja. Bril in mode momenteel. Maar een lange doorveur, heeft me verteld. Waar staat die voor de Hubers? Dat is voor de Hubers. Ja. Is het eigenlijk hier? Wat nu de trekpleister is? Daar is Fort Hubers in 1924. Mooi in Dordt, 1 april. 1 april? 1 april, ja, begon. Ja. Maar grootvader zat in de fotografie? Ja. Overgrootvader zat in de fotografie? Ja. En nog 6 broers van mijn vader, die zaten ook allemaal in de fotografie. Ik ben ook allemaal fotograaf, dus met z'n zeuren. Zo. Ja. Dus eigenlijk ben je er een beetje in gerold? Ja, ja, eigenlijk een beetje een traditie verder zeg. Ja, ja. Ja, ja, vroeger was dat zo, als je van school kwam, dan moest je helpen thuis. Ja. Het was een eenmansbedrijfje. En dan was er altijd wel werk. Ja, filmpjes knippen, pasfotootjes knippen en eenvoudige werkzaamheden, maar je toch wat kon doen. En wat moest hij, wat deed Foto Hubers nog meer behalve een pasfoto's? Nou, alles op het gebied van fotografie. Noem eens wat? Films ontwikkelen, films afdrukken, vergroten, familiegroepen maken. Dat was eigenlijk wel de hoofdzaak. Dus met een trouwerij, bruidspaar, fotograferen. Maar had ik vandaag een filmpje gebracht, wanneer kon ik hem naar me ophalen? Een andere middag. En dan ontwikkelde hij zelf? Dat werd s'avonds ontwikkeld en s'morgens vroeg afgedrukt. Absoluut. En leidt s'middags om 2 uur leidt altijd lag het spul weer in de winkel. Zowel de nabestelling als de... De filmpjes. Maar ja, dat was maar B-werk voor ons. Oh. Hoofdzaak was dus het portretwerk. Familie? Ja, tenminste, vroeger toch wel. Ja. Maar er werd niet zoveel fotografeerd. De mensen die. Ja. Tenminste, door amateurs. Dat kwam pas later. Met uitbreiding van de camera's. Dat de mensen makkelijker konden fotograferen. En de mensen hadden natuurlijk ook niet zoveel geld. En hulles reportages maken? Dat is eigenlijk hoofdzakelijk Noord-Noorden begonnen. Mensen die het in Canada zaten en de jongens die het naar Indië ging, dat die toch nog wat foto's kregen van ja, trouwerijen van broer of van zuster of wat ook. In die tijd is eigenlijk wel de reportagefotografie ontstaan. Er is nog iets vreemds aan deze plek. Je bent hier ook geboren, of niet? Hier ben ik geboren, ja. Hoe zag dat vroeger uit hier? Nou, een kamer was aan de voorkant. Daar had mijn vader de winkel in. Daarnaast was een hele lange gang. Het was ertussen. Ja, nou, en daarachter zat een werkplaats. En daarachter zat een opkamer. Op zo'n, met een kelder eronder. En daar ben ik eigenlijk geboren. Daar was dan ook de woonkamer. Met een grote tuin. En daar stond dan wat dan tegenwoordig het studio heet. Het was vroeger het atelier. En daar werden dan de foto's gemaakt. Ja. En oom buurman met was? Met daglicht natuurlijk. Met daglicht? Ja. Oom buurman, wie was dat? Dat was de familie Arnissen. De fietsenmaker? Fietsenmaker en textiel. En textiel. Ja, dat was opa Arnissen. Ik ga even een klein stukje wandelen. Weet u nog een heel raar voorval in uw fotografie? De carrière van vroeger of niet? Je zegt, god, dat heb ik toch zo lachen toen? Ja, dat had ik een keer met een trouwerie. Dat was, vond ik wel leuk. En dan moesten ze een ring wisselen in de kerk. En de bruidegom, dan haalde hij spul uit de zak. En dat moest hij aan de predikant geven. Ja. En dan liet iemand die ring vallen. En die kon het niet meer afvinden. Dat is dan een paar dagen later misschien wel weer gevonden. Maar dan is misschien wat ergens tussen de planken schoon. Ja. En dan was hem kwijt. Dat was wel even een consternatie. Hij is getrouwd met mijn ringen. Met oorringen? Ja, ik zeg nou, neem tussen dan zo lang. Jij moest dan voor de weg. Schitterend. Ja. Wat ik ook wel eens zie in een reportage, dat de fotograaf vult of zo. Hè? Je loopt achteruit en loopt achteruit, loopt in een slootje of, ja. Of je vult af een hekken. Is dat wel eens overkomen? Nee, eigenlijk niet. Het is me wel een keer in dat geur, ik weet niet of je weet wat dat is, in het Loos. Ja. Daar was ik met een bruispaardje. Het had verwoond, het was erg mooi. Alles was wit en dan word ik ook een beetje teruggelopen.
Op een gegeven moment ook toch wel een beetje onrustig zat door aan de knieën in de rekking. Ja. Maar ja, dat komt voor. Meestal heb ik de bieren er toch wel net. Toen ben je in 1990 gestopt. Ja. En toen heb je een heleboel spullen eigenlijk staan. En zei, ja, wat moet ik dan met? Ja. En toen heb je een heel goed doel gezocht. Ja. Of is hoe gevraagd? Nou ja, dat is ergens soort in sprake gekomen. En het museum, ik zei, nou, dat is gewoon de oplossing. Graag zelfs. Ik kwam er eigenlijk op een fijne manier vanaf en bleef eigenlijk nog een beetje bewaard. Het was eerst wel, voor mij was het een probleem. Ik denk, nou, dat is nog niet zo oud, dat spul. Dat moet oud spul weer. Maar ja, museum zijn ze, het wordt wel oud. Ja. En wat je hebt, dat kunnen we hier ook bewaren. En ze hebben nu dus al een tentoonstelling of een hoekje van hem maakt dat het door inricht kan worden. Nee, daar heb ik erg veel plezier mee. Ja. En nu een hele grote expositie. Ja, nu komt er dus volle apparatuur door hem heen. Amateur, apparatuur, ook oud en nie. Hoe heette de eerste camera? En dat was een IAG-camera, tenminste een jaar, dat had mijn vader al wat. Word ik daarmee fotografeerd hebben. Ja, dat was nog een vergeet ik wel even, ook niet weer. Dat was een kinderopname en op de fiets erin. In het klooster was het, vibreren voor. En dan bleek er achteraf, hij daar thuis koopt, gooi hem juist maar even ontwikkelen. En dat waren plaatjes. Ja, glasplaat, 912 platencamera. Glasplaat? Ja, glas. Maar wat gebeurde er dan? Dan had ik iets vergeten en de camera heeft niet gewerkt. Nou, dan kom je thuis, maar je moet ontwikkelen en dan komt er niks op, bleef het blank. Maar ja, het was in de zomerdag, dus ik mocht nog een keer teruggefietsen. En heb ik mijn kleine nog maar weer uit de weer gehaald en is dat weer nog een keer gebeurd. Nee, het was leuk. We gaan even naar de expositie. Ja. Alex, dankjewel. Van de Hubers, hè? Ja. Maar dit is een apparaatje van Hubers senior, dat was van uw vader eigenlijk. Hè? Ja, ja. Raar kastje. Wat is dat? Dit is een platencamera. Doen we eens los, dat zie je. Daar ging geen film in, maar er ging nog platen in. Ja. Zo doe je hem los. Ja. En dat platencamera, dat heeft over het algemeen ook den ballig nog. En daar kon je eigenlijk al snel fotograferen. Dan kon je hier zo op de afstand instellen. Mm-hmm. De klep naar boven. En dan heb je een zeer snelle sportzoeker, zoals ze dat noemen. Maar je kon het ding natuurlijk ook op statief zetten. Rustig instellen op matglas aan de achterkant. Daar zit een achterkant, hè? Dat matglas. Ja, dat zit hier. En waar het nooit matglas zit, dat haal je eraan uit. En daar komt dan schoof je een cassette in, wat negatief in zit. Mm-hmm. En zo groot als het matglas is, zo groot werd het negatief ook. Of was het negatief? Ik wil dus wel iets kleiner opnemen. Maar wat is dit voor merk? Dit is een IHG-camera. IHG, ja. 1920. Ja, in elk geval in de 20e jaren. Ik weet niet wanneer mijn vader den kocht heeft. Ik ben zelf van de 28. Halve toch? Ja, ja. Nou, durf mij eens te zeggen. Maar wat is dit? En dit is dus een ateliercamera. Die heb je dus in of een studio. Dan ga je in de studio staan en dan kom je met Rodriguez Boy Membo. Oh ja. Groep maar waar foto's over de was. En dan kon je dat ding terug halen. Je moet dat natuurlijk wel veel. En dan ding zo. Of in de lengte? Daar in de lengte. En dan punt. Een chassis bij of cassettes, zoals ze dat noemt. Ja. Daar kon je dus een foto van maken van eigenlijk van deze moorden. Dat is 24 centimeter. Mm-hmm. Dus er kon eigenlijk nog langer in, maar de laatste jaren doet toch niet groter dan dat. Dat is 13x18. Ja. En dat is nog heel groot voor negatief tenminste. Maar ja, vroeger drukken ze dus op, ja, ze maakten foto's eigenlijk op ware grootte. Ja. En zo werden ze ook afgedrukt. En op reis ging hij nog een andere camera, hè? Ja, dan hebben we eigenlijk hetzelfde idee. Hetzelfde idee, ja. Was ook een houten camera en dan kon je dus op dit zetten. Dat naar voren. En dan kon je hem dus ook uitbouwen. Kijk.
Je moet wel willen natuurlijk. Ja, maar dan heb ik al een hoop met hem uit, hè? Ik bedoel, dat mag ook, hè? Ja, die ging altijd wel echt op zijn fietsen. In, ja? In het koffertje. En dan hij, nou, een paar cassettes bij jou, wordt, nou ja, een stuk of 6 negatieven. Maar ik bedoel, ons op de foto zetten, en neem de holding eens aan, hoe werken dat? Met zoiets? Ja. Hij... Doe een groepje aan. Nee, hier, deze kant op, deze kant op. Deze kant op. Zet de cameraman er maar op. Ja, dan zou ik hem dus eerst scherp moeten stellen. Ja. Dan keer in dit geval een beetje moeilijk tegen dat licht in. Ja. En als je hem dan scherp gesteld hebt, dan ging de sluiter dicht. Anders kon er licht bij de platen komen. Ja. En de cassette moest hij erachter instoppen. En dan trok hij de schroef ook los. En dan kon je dus de foto pas gewoon maken. Ja. Was erg ontslachtig. Een beetje tegenwoordig vergeleken. En wat kost zo'n foto in die tijd? Doe eens een idee. Nou, 1,75. Hij heeft vaak 3 briefkaarten. Inclusief de fietskost? Ja, de loon kent ze vroeger niet. Loon kent ze? Eigenlijk niet. Nee, tenminste in ons vak hebben we nooit op lonen werkt. Mooi vak. Ja, hartstikke mooi. Die pak. Feest. Mooi pak, hè? Ja. En hoe is het nostalgie? Tenminste, op deze manier. Dit is, ja, zeker nostalgie. Broer zo'n camera. Ja, nou heb ik heel in het begin heb ik daar ook mee gewerkt. En ik zou het nog wel kunnen, dat weet ik niet meer. Maar dat is toch allemaal al heel lang verleden tijd, hoor. Ja. Alex, dankjewel. Mooi zo.